dan ziet het niet zo erg goed als een monster uit. Alleen niet met brains. Are you talking about the tree or what are you talking about? Over takken die the tree. Brains yeah. heeft. So the, are they over sterke takken. And are they coming out of their brains, the tree, the branches? Ja. Okay. En dan hebben ze niet meer hersens. En dan kunnen ze gewoon in het dag gelijk die en dan in iets anders veranderen. And what do you think a tree en was? En dan opgegeten door de zwarte gat. Oh, that's exactly what Kai says, eh? The black hole. Everything goes into the black hole. Hey, yeah. And what do you and think? And ook why? Yeah. And what do you think a tree wants to become after it dies? I think a dinosaurus. A tree dinosaurus. Just like you. Met scherpe tanden. En dan in een snoepje zit een tong en iets. En net zoals dat zwarte gat zit er een gat in. Hier. En dan gaat er gelijk weer uit en dan weer in. And what about these ones here? Shrek. What does Shrek do actually? Dan tilt hij de grote platen op. En dan moet je nog een Shrek hebben die de platen optilt. Mm-hmm. And does Shrek help the jellyfish that are swimming around in your head? Ja. How does he help there? Dan gaat hij weer een beter honing pakken en dan weer in de lijf doen. Oh, the honey carpet. Dat kunnen ze ook doen van Shrek's honey. Shrek's honey. Yeah, Shrek has honey as well, eh? Yeah. The honey footprints. Does he make for honey footprints? Nee. The denkt the green bunnies. Want dan zit er plak op hun voet. Ja. Yeah. Dus ik denk die mama. Maar mama. Ik wil iets zeggen over wat koes gebruiken om te eten. Mm-hmm. Ja, dat weet ik nog niet. Oh, is that a green body coming out, huh? Yeah. Yeah, was he watching a film? Yeah. So he gets stuck in the honey carpet, and then he goes onto the sofa. He watches a green film, and then what happens? Did he get thrown? The green queen, threw him out. Yeah. Yeah. And what else? You can also, they can either be thrown out by the green queen, or they can fall out because they're so heavy with the honey. That's what you just told me. En als niets op hun hoofd zit, kan je gewoon de zware ballen die rollen en die zacht zijn, kan je gewoon op hun gooien. En dan boem, gaan ze eruit en dan vliegt de bal en dan eruit en dan gaat het weer in vliegen. En dan gaat het in een van de bal parkeren, dat hij weer stil staat. Mm. Dat kan je ook doen nog. Deze ballen. De massageballen, hè? Ja. Ja. En een massage doet hun hoofd en dat doet pijn. Oh, look, we need some more light. That's probably why we're not getting the right thing here. Oh, misschien doet...